Vanavond staat u op het programma, hè? De enige echte Limburgse derby. MVV Rode JC. Ja, Rob, dat blijft natuurlijk altijd een beladen potje. Hè? Ik bedoel, Roda doet het goed, haalt punten tegen topploegen de laatste weken. Voetballen goed, maar ook MVV heeft de laatste tijd veel wedstrijden gewonnen. Dus dat gaat weer een potje worden op het scherpst van de snede. Het is natuurlijk zonder publiek nu in Maastricht, maar ja, je kunt je nog wel herinneren die sfeer daar. Hè? En met die sfeer, ja, presteert MVV eigenlijk altijd goed, maar dat hebben ze nu niet. Ja, dat klopt, Rob. Ik denk dat MVV altijd wel een steuntje in de rug gegeven heeft. Dat opgepepte sfeertje daar in die geuzel. Maar ja, wij moeten gewoon naar onszelf kijken en lekker ons spel spelen zoals we dat kunnen. En dan moeten we daar die punten gaan pakken. Dat denk ik ook, joh. Kijk, het blijft de enige echte Limburgse derby. Ja, daar moet gewoon iedereen voor opgepept zijn. En ja, ik wil niet minder zien dan de scherps op te snijden. Ja, pakken die pieren, zou ik zeggen.